4, 5, 4, 3, 2, 1. Van harte gefeliciteerd als u de hoofdprijs heeft gewonnen. We hebben een hoofdprijs! We hebben een hoofdprijs! Wij zijn stinkend blij! Pep, denk je nou eens in wat we nu allemaal met het geld kunnen doen? Het meest prestigieuze pizzapaleis van de hele stad. En je zult het zien, het knapt de waarde op van de hele stad. En ook voor jouw pandje komt je winkeltje met al die glimmertjes gelijk een heel stuk beter uit de verf. Ben jij het echt? Met wat ben ik blij jou weer te zien. En wat is zo lang geleden? Ja. Kom hier. Sorry, Susina. Eerst even mijn helm afdoen. Help eens even, mensen. Voorzichtig! Hey, voorzichtig! Au, mijn oren! Mijn linkeroor! Ja! Pas op! Aan de andere kant! Huh? Ja! Dat lukt altijd! Nou, ze zeggen wel eens, er zijn meer hondjes die kees zijn te maken. Wauw! Zo een heb ik er nog nooit gezien. Komt-ie. En we moeten wel heel snel draaien om weer een beetje winst te kunnen maken. Ja, nou, waar wachten we dan nog op? Nee, maar! Zo hoor je nog eens wat! Die Piet, zeg! Die heeft er een rolletje van gemaakt. En ik betwijfel het of schuwe Bebby ook wel zo onschuldig is. Hé! Hey, ja. Waar ben je? Hier! Waar ben je? Hier! Oh, daar ben je! Lodewijk, ik ben de kaarsjes vergeten. Ja, Ik ben er niet Pieter, ik ben een Pedro. En Pedro is een Italiano. Capisce? Hé! Hey. En jij bent mijn ragazza, mijn mooie meisje, hè? Oh, jij bent geen moment uit mijn gedachten geweest. En dat geldt ook niet. Als je je nu vergist en je per ongeluk Piet zegt, dan maak je er gewoon pizza van. Dus geen Piet. Maar pizza! Zo'n mooie meisje als jij mag altijd Pedro zeggen, hè? Is het goed? Je maakt maar een bloos ondeugende vent! Is het niet ondeugend, hè? Dat kan, hè? Nog veel ondeugender, hè? Is het meisje, hè? Is het meisje? Jij hier komen en jij je bestelling opnemen? Is je niet de rare snuiter, hè? Is je die Orgios, hè? Tamperoros. Met een Griek? Oh, een valse Griek met een snor. Raar is. Ja, maar die kan mij niet schelen. Doe maar wat. Geen van beiden. Zoals een goeie, hè? Ik ben hoofd George. George uit de pijp. Door al jouw mooie plannetjes zitten we tot ons nek in de zorgen. Het zit me toch hier. Ik zit opgeschikt met een of andere maffe Griek. Mijn zuster wil op korte termijn 125.000 euro van me. De buurvrouw wil de politie op me afsteken. Ik heb een verhouding met die meloen Pedro. Mijn man is er vandoor. Weet je nu? Ah, jij en ik. Sutagi. Jij een mooie meisje. Juist.
Goed zo, meneer, geef hem vast. Nou hadden we zo gedacht, als we nou eens compagnons worden. We steken allemaal de handen uit de mouwen en we worden hartstikke rijk. En dan hoef jij niet meer weg, dan blijven we voorgoed bij elkaar. Maar als we genoeg geld verdiend hebben, gaan we op vakantie naar Griekenland. Yes! Ja, ha, gaat verpilkers, dan komt alles toch nog goed. Nou, meneer Piet, doe mij nou eindelijk maar een pizza.